Debutenspel 2.0 Speler van de Week wordt mede mogelijk gemaakt door Snacksalon La Plaza. La Plaza Speler van de Week, Jesse Schuurman. Hoe is dat? Ja, dat is altijd, altijd leuk om te zijn. En, ik word niet zo heel vaak voor mijn gevoel Speler van de Week. Dus, en nog met een overweldigend aantal stemmen, ruim 700 stemmen. Ja, ik heb geen idee hoe de stemming is verlopen, maar... dat is heel mooi. Dan is het toch sowieso al meer dan 700 mensen op jou stemmen. Dat is één. Dus dat betekent dat er over de 1000 kijkers zijn. Ja, dat is leuk. Dat is in ieder geval leuk om te horen. Dat, ik kan niet zeggen dat er niks meer bedoelt. Dus ik moet zeggen, dat is wel leuk. Ja, te danken aan jouw twee doelpunten. Ja, dat denk ik wel. Ja, ik denk wel dat die eraan hebben bijgedragen, inderdaad. Hoe bevalt het tot heden bij IJsselmeervogels? Nou, goed moet ik zeggen. Ondanks de... Ja, de paar mindere weken die we hebben gehad. In het algemeen, ik vind het tot nu toe echt een hele mooie club, warme club. Zie je ook op de zaterdag qua supporters wat er allemaal aan de zijkant zit. En, ik moet zeggen dat ik ook echt wel dat ik het echt naar mijn zin heb hier en dat ik ook echt plezier in het spelletje heb. En daar ben ik wel blij om. Want je hebt niet altijd een basisplaats. Bij IJsselmeervogels. De eerste drie wedstrijden voordat ik hier kwam speelde ik natuurlijk niet, maar sinds dat ik hier ben gekomen heb ik elke minuut eigenlijk al gespeeld. Oké, dus dat heb ik eigenlijk verkeerd ingesteld. Maar dat is misschien iemand anders. Ik heb het begin gezien, dus toen heb ik jou gemist. Ja, toen was ik er nog niet. De laatste keer dus inderdaad niet. En je speelt dan op het middenveld een beetje naar voren. Is dat je favoriete positie? Ik heb ligt erin hoe wij qua systeem spelen. Ik heb een tijdje meer controlerend op middenveld gestaan. En de laatste weken en een tijdje daarvoor ook speel ik wat meer aanvallend. En ik denk dat dat mij beter ligt en dat ik daar een beetje op mijn recht kom. En ik denk toch dat mijn favoriete positie is. Dat je een beetje box-to-box beide kanten op kan. En ik denk dat ik dat het leukste vind om te spelen. Nou, de zaterdag in ieder geval wel gebleken. Dat je meer precies. Dan kan je ook voor de goal komen. Het scorend vermogen is toch het probleem bij IJsselmeervogels. Ja, we hebben wel een aantal spelers die wel kunnen scoren. Alleen voor de rest... de laatste week is het wel misschien wat minder gebleken. Nee, maar ook als je het aantal doelpunten kijkt van de concurrentie. Genemuiden en Harkema. Die hebben veel meer gescoord dan IJsselmeervogels. Geen idee meer. Als wij met zo weinig goals toch bovenaan staan. Ja. Stel, wij gaan veel goals maken. Dan wordt het nog mooier. Dan kom je echt bovenaan. Dan kom je echt. Maar ik hoop het wel in ieder geval. Dat heeft de Sintje nog goed bedacht? Nou, nog niet zoveel eigenlijk. Het is nog vanavond. Hè? Vanavond. Ik hoop dat hij even tot en met zaterdag nog kan blijven. Dat we nog een goaltje hiermee kunnen pikken en overwinning. Dat moet je zelf doen. Daar kan hij niet voor zorgen. Nee, dat is waar. Dat kan goed, in ieder geval veel succes zaterdag. Ja, dank u wel. Kom maar goed.